welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een van jullie favoriete merken, Kiko Milano. Kiko heeft een nieuwe collectie uitgebracht, een limited edition collectie voor hun 25-jarige verjaardag. En ik ontving het pakketje in PR en hier zit een aantal producten in van die collectie. Kiko is nog een van de weinige merken die echt uitkomt met grote collecties en daar is deze collectie geen uitzondering op. Het is weer een grote collectie. Ik heb niet alles ontvangen, maar wel echt een heleboel producten en die gaan we vandaag allemaal testen. Het ziet er prachtig uit. De verpakkingen, zoals altijd van hun, ziet er prachtig uit. Roze, zilver. Daarom zie ik er ook vandaag zo uit. Zilver hier, roze aan. En ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit, want Kiko is altijd wel goed. Ik heb er ook ooit 2 jaar gewerkt en ik was altijd best wel tevreden met hun make-up. De prijs-kwaliteit verhoudingen zijn ook altijd heel erg goed. Dus we gaan gewoon vandaag al deze producten testen. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Nou, laten we beginnen. I can't wait. Ik ga mijn pakketje openmaken. En dit is dan alles wat in het pakketje zat. Een heleboel producten. Dit is allemaal zo mooi roze. I love it. We gaan beginnen met het gezicht. Dit is, by the way, de Happy B-Day Bellezza. Als ik het goed uitspreek. Collectie. Even kijken. We gaan beginnen met iets voor het lichaam. Er is één product voor het lichaam die ik heb ontvangen. Dit is de Kiko Happy B-Day Bellezza Candy Body Butter Body Cream. En dit is dus een hele grote pot met roze body butter. Jongens, ik ben hier heel benieuwd naar. Deze verpakkingen zijn allemaal zo mooi. I love it. Ik hou van body butter. Ik smeer mijn lichaam altijd royaal in met body lotions, body butters, echt gewoon van alles. Dus deze vind ik echt heel fijn. We krijgen 100 ml, is een hoop. En er staat online dat er karité boter in zit, dat het een zachte en lichte mousse textuur heeft en zich perfect vermengt met de huid en de huid super zijde zacht maakt. En er staat dat het naar vanille moet ruiken. Ik heb me vandaag nog niet ingesmeerd, dus ik ben nog helemaal droogjes. Het ruikt heerlijk. Kijk even dit. Het ziet er ook gewoon echt uit als snoepjes. Oké, ik ga het gewoon aanbrengen. Ik pak gewoon een beetje zo. En dan ga ik gewoon mijn hele arm hiermee insmeren. Wow, het smeert echt gelijk in. Ik krijg niet helemaal zo'n witte waas. Het ruikt echt heerlijk. Het heeft best wel een heftige geur. Je moet er wel van houden, anders ga je het echt helemaal niks vinden. Oké, het is wel wat minder dik dan wat ik gewend ben. Ik ben echt hele dikke body butters gewend. Maar deze is echt heel dun. Is wel heel fijn als je gewoon heel snel wilt werken. Het is niet heel geschikt voor een hele droge huid. Maar als je gewoon een normale huid hebt, dan ga je hem wel fijn vinden. Dan gaan we nu echt beginnen aan de make-up. Ik ga beginnen met een primer. Dit is de Kiko Happy B-Day Bellezza Glow Skin Primer Face Base. En dit is dan hoe die eruit ziet. Echt super mooi met van die grote soort van balletjes erin of zo. Dit ziet er allemaal weer zo luxe uit. Kiko heeft altijd de meest luxe verpakkingen voor echt een betaalbare prijs. Deze kost 17 euro. Het is niet heel goedkoop, maar het valt nog wel echt net in de betaalbare categorie allemaal. En dit is een verhelderende en hydraterende gezichtsserum primer. Het gaat ervoor zorgen dat alle oneffenheden op je gezicht verdwijnen en je make-up langer en beter blijft zitten. Oeh, het heeft ook echt een kleurtje. Had ik niet verwacht. Oké. Ik heb al een dagcreme aangebracht. Die is al helemaal ingetrokken. Oeh, het geeft zeker een glans. Het voelt heel fijn aan. Het ruikt ook wel lekker. Er staat online dat er kastanjezaadextract in zit en hyaluronzuur. Vooral hyaluronzuur is heel fijn, want dat hydrateert de huid echt intens. Ik vind hem heel fijn aanvoelen. Oh my gosh. Wauw, deze is echt heel fijn. Oké, een beetje laten intrekken. Kijk even die glow op mijn gezicht. Het heeft ook echt zeker gehydrateerd. Mijn huid voelt een stuk minder droog aan echt. En het plakt ook een beetje. Dus dat gaat er ook echt voor zorgen dat je make-up langer goed blijft zitten. Ik ben een fan tot nu toe. Ik vind deze primer ook echt gewoon heel mooi. Gewoon zo op zichzelf. Als je je gewoon niet opmaakt. Als je gewoon een make-uploze dag hebt. Breng die gewoon een beetje aan. Zodat je toch nog een beetje straalt. Dat vind ik echt heel mooi hieraan. Het volgende is een CC cream. Van Kiko Happy B-Day Bellezza collectie heb ik de Skin Trainer CC Blur Perfect Skin Optical Corrector. En dit is dan hoe de tube eruit ziet. Oké, dit is dus een CC cream. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb de kleur 02 medium en je hebt 4 kleuren. Dat is niet heel veel, maar hij gaat vast niet heel veel dekking hebben. Dus dan hoef je ook niet per se heel veel kleuren te hebben. De verpakking is niet echt je van het. Schoon, zilver, whatever. Niet echt wowie of zo. En het is voor elke skin type. Ik heb een normale tot droge huid. Er staat dat het een optische concealer is voor je hele gezicht. En dat het je huid egaliseert. Dus het gaat er gewoon voor zorgen dat je een hele mooie egale tint hebt. Zonder echt heel veel dekking te hebben of heel dikkig te liggen op de huid. En meestal hebben dit soort dingen een lichte tot medium dekking. Ik denk dat dit echt een perfecte combinatie heeft. Want dit heeft niet al te veel dekking. Waardoor dit er echt heel mooi onder doorheen sprankelt, zeg maar. Dat je nog heel mooi de glans hiervan doorheen kunt zien. Ik ga het gewoon zo direct aanbrengen. Oeh, het is een beetje zo'n
mousse-achtige formule. Zie je dit? Heel apart. Oké, de kleur is wel gewoon oké. Ja, het heeft niet heel veel dekking. Het heeft echt een lichte dekking. Maar ik zie wel gelijk dat het een beetje egaal maakt. En het maakt een beetje mat. Ik hoop nog wel dat het een beetje hydrateert. En niet helemaal uit gaat drogen. Kijk, je kunt zien hoe smooth het helemaal gelijk maakt. Oké, dat vind ik wel top. Oké, de glans van de primer is helemaal weg. Dit heeft zo'n matte finish dat het helemaal mat en egaal maakt. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, je dit echt geweldig gaat vinden. Het is wel heel mooi hoor. Het maakt wel echt heel egaal. Maar ja, je moet wel weten, als je een hele glanzende huid wilt hebben, dan is dit niet het product voor jou. Ik vind het op zich wel gewoon echt mooi. Het maakt echt heel smooth en heeft niet al te veel dekking. Er staat online dat het je een hele frisse huid geeft, hydrateert, hyaluronzuur, etc. Dat effect zie ik niet echt. Ik zie gewoon echt een matte finish en ook heel egaalmakend. Dus als dat is wat je zoekt, dan ga je hem echt heel fijn vinden. Je kunt ook echt al mijn moedervlekken nog zien. Dus je kunt echt goed zien dat het echt een lichte dekking heeft. Daar ben ik weer. Ik heb wat concealer aangebracht, wat poeder en wat neuscontour en wat fixing spray om het te hydrateren. Want dat was echt nodig. Deze CC cream droogt echt mijn gezicht een beetje uit. Vooral op mijn neus. Ik kon het helemaal zo droog te zien worden. Toen met de fixing spray heeft het wel echt een beetje gered. Is het iets meer gehydrateerd, iets meer ingetrokken. Maar dit is wel echt een beetje een droog product. Wat er online over staat, klopt echt totaal niet. Het is mat, het is droog en ja, nee, ik vind het niet zo mooi. Maar goed, we gaan gewoon verder. Ik ga eventjes stoppen met het gezicht en we gaan beginnen aan de ogen. Dit is de Kiko Happy B-Day Beleza Color Shock Eyeshadow. En dit is een cream, ook weer mousse-achtige oogschaduw. Deze losse oogschaduw hebben ze in 4 kleuren. En ik heb de kleur 02 Energic Copper. En dit is een beetje een koperachtige kleur. Een heel klein potje, heel schattig. En dit is dan hoe het eruit ziet. Ik ben nooit echt een fan van dit soort producten. Ik vind altijd dat ze heel snel gaan creasen hier zo. En dat vind ik gewoon echt niet mooi. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. En je kunt hem aanbrengen als cream oogschaduw of als eyeliner of wat jij wilt. Ik heb jullie een beetje ingezoomd zodat je alles beter kunt zien. Ik wil de look vandaag echt wel gewoon een klein beetje naturel houden. Dus ik wil niet al te veel gebruiken. Gewoon een beetje zo hier zo op mijn lid en that's it. Ik pak gewoon hiervan een beetje op met een fluffy kwast van Elf Cosmetics. Oeh, het is wel echt heftig. Ik heb echt te veel gepakt. Oh my gosh. Even een beetje afhalen van mijn kwast. En dan terwijl ik het aanbreng, doe ik het ook gelijk een beetje uitblenden. Het is wel echt heel glanzend. Kijk, ik moet zeggen dat het op zich wel echt gewoon goed uitblendt. Ik vind het echt heel mooi. Het is echt een hele mooie kleur. Kijk, ik hoop gewoon dat het goed opdroogt, zodat het niet allemaal gaat creasen. Maar de kleur is echt prachtig. Ik zie alleen niet precies in hoe je dit als eyeliner zou moeten gebruiken. Maar gewoon zoals oogschaduw is wel echt heel mooi. Kijk hoe mooi dit is. Ik was een beetje sceptisch. Maar ik vind het wel echt gewoon heel mooi. En het blendt echt geweldig uit. En ik voel ook dat het aan het opdrogen is. En echt aan het vastlokken is. Dat is echt toppie. Ik vind het echt heel mooi. Heel mooi naturel. Ja, het is echt helemaal vastgelokt. Alsof het gewoon poeder is. Ik vind het echt prachtig. Online staat ook dat het niet zou moeten creasen. En dat doet het ook echt niet. Ik ben echt een beetje in shock. Ik vind het echt veel beter dan dat ik had verwacht. Echt een goed product. Dan heb ik ook van deze collectie nieuwe mascara. Dit is de Kiko Happy B-Day Beleza Luxurious Lashes Maxi Volume Brush Mascara. En dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon weer die simpele zilveren tube. Oké, laten we het proberen jongens. Deze verpakking vind ik tot nu toe echt het minste. Dit vind ik niet echt wowie. Als het een beetje glitterig was geweest of zo, dan had ik het echt heel mooi gevonden. Ik heb een lash lift gehad. Dus mijn wimpers staan al goed omhoog. Dus dan kan ik ook gewoon goed zien wat ik hiervan vind. Hoe ziet het eruit? Oeh, hij is groot. Oké, ik hou niet zo van zulke grote mascara's. Er staat online dat het moet defineren en volume moet geven. Nou, ik hoop vooral op veel volume. Oh, dit is echt too much. Dit is echt te groot. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik vind deze mascara echt helemaal niks. Ik vind hem zo, zoals ik ook al net zei, veel te groot. Het is echt moeilijk om alleen maar op je wimpers aan te brengen. Ik raak ook helemaal mijn huid aan en zo. Dat vind ik helemaal niet fijn. En ik vind hem ook te klonterig. En ik vind ook niet dat hij echt heel veel doet. Dus nee, ik ben geen fan hiervan. Nu ga ik verder met het gezicht. De collectie heeft ook een bronzer. Alleen die heb ik niet ontvangen. Dus ik heb al gebronsd met een eigen bronzer. Ik heb wel een nieuwe blush. Dit is de Kiko Happy B-Day Beleza Baked Blush. Echt een prachtige blush. En hij is glanzend en je krijgt een grote spiegel. Oké, de verpakking weer helemaal
mooi. Ik heb de kleur 02 Sweet Peach en je hebt drie kleuren. Deze verpakking is echt zo mooi glitterig. I love it. En het is ook echt best wel groot, dus je gaat hier echt heel lang mee doen. Ik denk dat deze kleur echt ideaal gaat zijn voor mijn huidskleur. En hij is dus baked, dus hij glanst. En ik ben wel een beetje toe aan wat glans na heel deze droogte op mijn huid. Ik pak gewoon een beetje hiervan en die breng ik dan aan. Ja, dit is echt super mooi. Hij ruikt ook heerlijk naar vanille. Brengt heel mooi aan. Niet al te veel glans, gewoon een klein beetje. En een hele mooie kleur. En goed uit te blenden ook. I like it. Deze blush vind ik echt heel mooi. Nou heb ik van de collectie alleen nog maar een lipstick. Maar ik wil nog wel iets van een highlightertje aanbrengen. Ik ga in met mijn Dior highlight paletje. Dit is de kleur 002 Glitz. En dan pak ik deze twee kleuren hier. En dan ga ik een beetje een glow creëren op mijn huid. Nou, en dan als laatste de lipstick. Dit is de Kiko Happy B-Day Bellezza Velvet Passion Matte Lipstick. Ook weer zo'n hele mooie glitterige verpakking. En dit is dan hoe de kleur eruit ziet. Ik heb de kleur 02 Glam Biscuit. Volgens mij bestaat deze lipstick al. Ja, ze hebben gewoon een andere verpakking gedaan. Maar deze lipstick is gewoon van hun collectie. We krijgen 6 kleuren. En ik heb een best wel donkere kleur gehad. Een beetje bruinachtig. Ik ben benieuwd. Ik ga hem aanbrengen. Nou, de kleur is echt een stuk lichter dan dat ik had verwacht. Kijk even dit verschil. Dit lijkt toch veel donkerder dan dat het echt is. Het is gewoon een hele mooie nude kleur. En ook echt een perfecte nude van mijn huidskleur. Dat hebben ze echt goed gegokt. En ook op de website lijkt hij best wel donker. Dus ja, dat is wel een beetje minder. Je verwacht wel gewoon te krijgen wat je ziet online. Dus als je dit verwacht, dit is het niet. Hij is echt een stuk lichter. Maar ik moet zeggen, ik ben er wel blij mee. Want ik vind dit veel mooier. De lipstick heeft een matte finish. Maar hij voelt niet mat aan. Hij voelt gewoon lekker zacht aan. Dat vind ik heel fijn. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de Kiko 25ste verjaardag collectie. Wat vonden we ervan? Ik denk dat ik het meeste toch wel aanraad. Een aantal dingen niet, maar het meeste wel. Deze body butter is voor mij persoonlijk iets te subtiel. Ik hou van een wat dikkere crème omdat mijn huid droog is. Maar als je dat probleem niet hebt, je gaat hem dan echt wel fijn vinden. En ook alleen maar halen als je houdt van een goede vanille kleur. Deze mascara vind ik helemaal niks. Er zijn zoveel meer andere die beter zijn. En deze CC cream vind ik ook helemaal niks. Veel te uitdrogend, veel te mat. En zit gewoon niet heel lekker op de huid. Deze oogschaduw was echt de shocker van vandaag. Ik stond helemaal perplex. Ik vind hem zo mooi. Kijk hoe mooi hij nog zit. Hij creased helemaal niet. En de kleur is ook echt prachtig. Deze primer is echt, echt heel mooi. Het is dat deze crème het een beetje heeft verpest en een beetje heeft bedekt. Maar deze geeft echt een prachtige glow. Zit fijn op de huid. Hydrateert echt intens. I love it. Deze ga ik echt vaker gebruiken. De blush vind ik ook echt heel mooi. Je gaat hier ook echt heel lang mee doen. Heel mooi glowy. Prachtige kleur. En je hebt nog een heleboel andere kleuren. En als laatste de lipstick vind ik ook heel mooi. Let dus wel op de kleuren komen niet echt overeen. Maar wij hebben genoeg fysieke winkels van hun. Waar je ze gewoon kunt aanbrengen en kunt proberen. En de kleur gewoon echt goed kunt zien. Maar ik vind hem heel mooi creamy. Terwijl die er wel heel mat uitziet. I love it. Dus al met al, ik raad er toch wel echt een aantal producten aan. Ik zou ze zeker halen. En die andere die ik slecht vind, zou ik gewoon laten liggen. Let me know wat jullie weer vonden van de video beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!